Hallo lieve mensen, mijn naam is Jasper en vandaag zijn we in de moestuin. Specifiek om nieuwe aardappels te bekijken. En zoals misschien al een beetje zichtbaar is, zitten ze op het moment onder de Vitovka. Een ziekte die je toch wel graag wil voorkomen. Dus vandaag gaan we ook behandelen hoe kan je dat voorkomen. En natuurlijk ook wat is het gevolg als je het niet hebt weten te voorkomen. We gaan ze eruit halen, bekijken hoe het eruit ziet. En ja, we gaan gewoon eens even dieper in op wat is Vitovka. Nou, om te beginnen, de Vitovka, die voor de meeste mensen bekend staat als de aardappelziekte, is eigenlijk geen ziekte. Het is een schimmel en die verspreidt zich daarom ook het liefst als het vochtig weer is. Dit jaar hebben we enorm veel regen gehad, dus vandaar dat het ook zo vroeg al erin zit. Normaal is het echt veel later in het jaar pas. Maar ja, het is dus eigenlijk een schimmel. Die verspreidt zich via sporen, via de lucht. En daarom is het heel belangrijk om te voorkomen dat het heel nat wordt. Dus wat je eigenlijk wil doen, zoals je ziet, dit ligt allemaal heel dicht op elkaar. Dat is eigenlijk hartstikke slecht. Nou, dat is natuurlijk ook de reden dat het erin is gekomen. Maar wat je eigenlijk doet is bladeren weghalen die op de bodem liggen. Ervoor zorgen dat er eigenlijk niks op de grond ligt en dat je alles schoonhoudt. En het is belangrijk dat je voor veel luchtcirculatie zorgt. Want als alles op tijd kan drogen en je het ook een beetje droog weet te houden, dan kan je dit voorkomen. Maar dat was dit jaar gewoon bijna niet te doen, want droog houden terwijl je buiten staat met deze regen, ja, succes. Dus daarom gaan we nou kijken wat dan het gevolg is. Nou, we zijn eventjes naar de achterste planten gegaan, want hier is het nog heftiger. Zoals je hier zo eigenlijk al een stuk beter kan zien, al die bladeren die zijn aan kapot aan het gaan. En de plant die begint langzaam af te sterven. Nou, des te langer je wacht, des te verder dat de plant intrekt. En dan heb je ook de kans dat het zelfs de aardappels intrekt. En die aardappels die... Ja, daar zit dan een grote schimmel in, dat wil je niet eten. Oftewel, dat gooi je weg. Dus ik hoop dat het er niet ingetrokken is, want als het erin getrokken is, dan kan ik het weggooien. Dus we gaan ze zo snel mogelijk eruit halen, dan voorkomen we dat het zich verder verspreidt. En voorkomen we dat we oogst weggooien, want als het in de aardappels trekt, gooien we oogst weg. Dus ja, we gaan even kijken hoe het eruit ziet en verplicht gooien. Nou, en dan nu het moment van de waarheid. We gaan beginnen met het rooien van de planten. En dan gaan we zien of er veel is wat we weg moeten gooien, of het nog meevalt. Ja, we gaan gewoon even kijken. Dus ja, om te beginnen, wat ik zelf heel handig vind, is in ieder geval als je spullen klaarleggen, dus een tang of een... een tang is snoeischaar natuurlijk. Of een mes, beide werkt. Kratje, kistje, iets waar de aardappels in kan doen, zodat je ze ook mooi kan bewaren en vervoeren, dat ze niet allemaal op hoeft te raken. En ook een hooivork of een riek, zodat je ze uit de grond kan halen. Dat is ook heel handig. Met een schep kan je ze snel kapot steken en met dit ding, ja, dat kan ook wel gebeuren. Er zitten natuurlijk wel punten aan. Het gebeurt mij ook wel eens, moet ik eerlijk zeggen. Maar het gebeurt gewoon minder snel met een schep. Nou, het eerste wat ik doe is eigenlijk die plant... Normaal hoeft dat niet per se, maar ze zijn een beetje hard gegroeid. Dus ze zijn wat groot, wat lang, een beetje irritant in de weg. Dus wat ik doe is al die dingen even kort knippen. Stukje aan de kant, liever niet te ver, want we willen toch oppassen met die Vitovka sporen. Want wat heel belangrijk is, om deze nu, door deze nu te verwijderen, voorkom ik dat het in allerlei andere planten trekt. Zoals bijvoorbeeld de tomaten die ik daarachter nog heb staan. En ja, ik heb ook nog buiten tomaten in de kas, allemaal verschillende plekken. Ik wil niet dat die ziek worden. En deze ziekte verspreidt zich via de lucht, via de sporen, want het is een schimmel. Dus dat moet hier weg. Dus ja, we gaan beginnen met die dingen weg te halen. Hier neer te leggen, niet te ver weg, niet mee gaan zwaaien, niet mee leuk doen, want we willen die sporen niet verspreiden. Het eerste wat ik doe is gewoon mooi een beetje onderaan die dingen afknippen. En dan zie je dat je ze een beetje aan de kant kan halen. Nou, ik weet toevallig dat ik alles hier op één bergje heb gepoot. Dus dat betekent dat het ook, als het goed is, uit dit bergje boven de grond komt. Dus hier zou niks moeten zitten en kan ik het even tijdelijk neerleggen. Zonder het overal neer te gooien. Hopelijk. En heb je natuurlijk die sporen. En ja, gewoon een beetje ruimte maken. En dan kunnen we er heel makkelijk bij. Hopelijk. Dit verschrikkelijk onkruid komt er helaas. Is er tussendoor gekomen. Ik heb het niet goed gezien doordat de planten erboven zaten. Maar dat gaan we straks, als dit helemaal klaar is, ook nog even goed bijhouden. Die willen we hier niet hebben. Maar dat komt goed. Ondertussen zijn de planten al een beetje aan de kant.
Dus ik stel voor dat we gewoon heel mooi gaan beginnen. Dan gaan we dit even aan de kant. Deze netjes zo aan de kant. En dan pakken we die erbij. Nou, we zien nog steeds dit, dat dit hier is waar de plant heeft gezeten. Oh, hier komt er zelfs eentje naar boven. Dus we gaan gewoon hier voorzichtig aan de zijkant beginnen en dan zien we wel wat er gebeurt. Het is trouwens wel zo dat er hier ook nog hout onder ligt, omdat ik een hekelcultuur heb gebruikt. Maar als het goed is, zou dat niet heel veel in de weg moeten zitten. Nou, gelukkig zien de aardappels er nog redelijk goed uit. Of nou ja, redelijk, gewoon goed. Eerlijk gezegd, het is er nog niet ingetrokken. Kijk eens even, jongens. Mooi die grond van de champost, helemaal zwart. Prachtig. Nou, dit is gelukkig, we zijn er op tijd bij. Dit had er heel anders uit kunnen zien. Wat we, ja, we zien eigenlijk, deze zien er nog steeds helemaal mooi geel uit qua kleur. Ze hebben geen vervorming, ze hebben geen verkleuring. Ze zijn de kleur die ze moeten zijn. Ze zitten niet onder de Phytophthora, want Phytophthora, kijk, oh. Deze hier, dit willen we dus niet. Dit is wat, hoe alles eruit had kunnen zien als we hiermee hadden gewacht. Dan gaan al je aardappels naar de Filistijnen. Dus deze houden we even apart. En alle mooie, die leggen we heel mooi in ons kistje. Dan zullen ze vanzelf een beetje drogen aan de lucht. Tegen de tijd dat we ze thuis hebben, zijn ze al wel prima, in mijn ervaring, met dit weer. Maar deze aarde hier, daar zitten natuurlijk nog wel die sporen in. En omdat die sporen daar nog in zitten, willen wij deze niet gaan gebruiken voor aardappels of tomaten of andere planten uit de dachtschadefamilie. Want het is allemaal één familie, de tomaten en de aardappel en al die dingen. Omdat al die planten uit dezelfde familie gevoelig zijn voor deze ziekte en dus ook voor die sporen die hier nu in de grond zitten. Maar als je een plant uit een compleet andere familie, bijvoorbeeld de brassica, zoals bijvoorbeeld de bloemkool of de broccoli hier neer wil zetten, die zou hier nu nog direct kunnen zaaien. Dus het is het perfecte moment om toch nog iets anders neer te zetten. Dus het is niet zo dat de aarde hier weg moet, het is niet zo dat we er niks meer mee kunnen. Alleen ik zou er voorlopig 2-3 jaar of zo toch echt even geen aardappels of tomaten neerzetten. Want ja, die sporen die zitten hier wel. Dus als je dat nu hier neerzet, dan hoeft het maar een beetje te gaan regenen en je hebt het alweer. Dat is gewoon zonde. Ja, dat moet gewoon niet doen. Oh ja, en voor het vergeten natuurlijk, omdat hier ook die sporen in zitten, de wortels, dat wat nog over is, die takken die we afgesnoeid hebben, zeg maar het plantafval wat we nog over hebben, snoeiafval, hoe ik het noemen wil, daar zitten die sporen in, die willen we niet, die gaan we niet op onze compostbak gooien, die gaan we mooi in het restafval doen, want ja, dan wordt het tenminste verbrand en dat is wel de beste manier. En dat gaan we ook niet zelf doen, maar dat laten we netjes doen door mensen die daar verstand van hebben. Nou, het is toch nog best een mooie oogst. Weinig wat ik weg hoefde te gooien. Wel hier en daar een paar, maar hè, het is hartstikke mooi. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.